Elke dag een blik op de wereld en die komt vandaag van BNR Buitenland commentator Bernard Hammelburg. Dag Bernard. Dag Edwin, goedemiddag. In Saudi-Arabië gaan in deze week vredesonderhandelingen over Oekraïne van start. Hoe serieus moeten we die onderhandelingen nemen? Ja, ik neem het wel serieus. Het is natuurlijk een niet zo voor de hand liggende plek, hè, Jeddah, om bij elkaar te komen. Er zijn een heleboel landen uitgenodigd, waaronder de Verenigde Staten. Niet Rusland, daar komen we zo nog wel even over te spreken, maar wel allerlei andere landen. Een paar BRICS-leden, in totaal 30 landen die dan komen. En waarom is het interessant? Omdat Saoedi-Arabië is ook achter de schermen bezig met de Verenigde Staten om een nieuw soort vredesrelaties te ontwikkelen in de hele regio, waar ook Israël dan wordt betrokken. Dus de Amerikanen en de Saoedi's die doen enorm hun best om naar elkaar toe te groeien. En het idee is dat het Midden-Oosten nu ook laat zien dat wat er gebeurt in Oekraïne ze toch niet helemaal in de koude kleren gaat zitten. Die hebben geprobeerd om zich afzijdig te houden, zoals zoveel landen dat doen. En ook wel begrijpelijk van ja, wat als je in India woont, wat heb je er eigenlijk mee te maken, hè, bij wijze van spreken. Ja. Maar het feit dat Saoedi-Arabië dat doet en dat de Amerikanen daaraan meedoen, dat vind ik wel van belang. En er zijn ook allemaal plannen al ingediend, hè, voor vrede dan tussen Oekraïne en Rusland. Wat staat er allemaal in? Nou, eigenlijk, dat is, hoe moet ik het zeggen, een beetje teleurstellend. Want dat is natuurlijk een refrein dat we steeds horen. De Oekraïners die zeggen het is allemaal heel snel oplosbaar als Rusland Oekraïne verlaat en de oude grenzen gewoon weer erkent. Dat is de meest simpele oplossing, inderdaad. Er is een conflict voorbij. Ja. En de Russen zeggen steeds, ja, als Oekraïne niet erkent dat een deel van dat grondgebied, bijvoorbeeld de Krim en de Donbass, dat gewoon Russisch is en ook blijft. En ook dat geven we nooit meer terug. Ja, dan kom je niet zo ver. Dus ergens moet dat worden doorbroken. Maar in elk geval door nu een aantal landen bij elkaar te halen. Daar zit Brazilië bij, dat nogal weifel en twijfelachtig was. Daar zit India bij, daar zit Zuid-Afrika bij. Amerika is er ook bij. Het feit dat die allemaal bij elkaar komen in deze wat wonderlijke setting midden in het Midden-Oosten, ja, dat is een nieuwe. Dat geeft toch wat meer gewicht aan de westerse druk. Maar hoeveel zin heeft het om zo'n top te houden als Rusland er niet bij is? Geen, zou je kunnen zeggen. Je kunt ook zeggen, misschien als ze verstandig zijn, komen ze met formuleringen die zo gematigd of uitnodigend zijn dat Rusland denkt, nou, op grond daarvan willen we in afval het gesprek wel houden. He, dan ben je al een eind. Mm-hmm. Over de afloop daarvan, daar kunnen we niet optimistisch over zijn. Nogmaals, omdat we weten hoe ver die opvattingen uit elkaar liggen. Maar als er een groep landen met een verklaring komt die voor de Russen niet lelijk of gemeen of aanvallerig klinkt en alleen maar beschuldigend, maar uitnodigend, ja, misschien zeggen ze, nou, laten we dan maar eens een rondje doen. Je weet het nooit. Maar achter de schermen gebeurt het al, hè. Dus je weet nooit of het ook voor de schermen kan. Maar Oekraïne is er dus wel bij. Die willen nu dus ook onderhandelen. Oekraïne, ja, dat is een goed punt. En op het moment dat je zegt, ik wil onderhandelen, dan betekent dat je ook bereid bent om een concessie te doen. En dat is het gevaar ook van deze hele situatie. Het woord onderhandelen klinkt in de wereld steeds wat vaker. En dat betekent dat de wereld, het Westen, Amerika, misschien ook Europa, toch ook nadenkt over hoe lang kunnen wij dit allemaal volhouden, financieel, materieel. En misschien moeten we uiteindelijk gaan onderhandelen. Als dat zou gebeuren, Edwin, op het moment dat ze zeggen, nou, laten we dan een staakt het vuren doen en gaan onderhandelen, op dat moment heeft Rusland al gewonnen. Omdat zij bezette gebieden hebben. Omdat dat altijd gebeurt op basis van de status quo. En die is zoals die nu is, met een groot stuk Russisch bezet gebied. Maar Oekraïne startte ondertussen ook nog gesprekken met de Verenigde Staten over veiligheidsgaranties. Wat voor garanties zijn dat? Ja, daar hebben ze groot gelijk in. Er is een belofte gedaan door de G7, hè, om Oekraïne nog veel meer te helpen. En Biden heeft gezegd in de discussie over de NAVO, nou, lidmaatschap zie ik niet echt zitten, hè. Dat formulier dat misschien na de oorlog en misschien naar allerlei voorwaarden die waaraan dan moeten worden voldaan. Maar we zouden kunnen denken aan het Israëlische model. En dat is een apart model. Dat heeft Amerika met geen enkel ander land. Dat is een hele langlopende overeenkomst. Ik geloof van wel 10 jaar.
En die gaat over de levering van zeer zware wapens, de uitwisseling van spionagerapporten, politieke steun, bijvoorbeeld in de Veiligheidsraad, zo'n heel lijstje dingen. En dat is wat het model dat hij gebruikte voor Oekraïne. Hè? Nou, geen lid van de NAVO, maar misschien wel zo'n soort langlopende overeenkomst. En Oekraïne zegt heel terecht, nou wordt het tijd om de daad bij het woord te voegen. Ja, en daar gaan ze deze week dus over praten. Dankjewel. Bernard Hammelburg, BNR Buitenland Commentator. Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app. Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.